Hallo lieve vissen, welkom. Deze keer een weekreading voor week 8, 21 februari tot en met 27 februari. En we gaan eens even kijken naar hoe de week er voor jou bij ligt. Mijn excuses. Wat ik vooral nog wil meegeven, het is een algemene reading. Het kan dus zijn dat je niet alles kan plaatsen. Pak eruit wat je nodig hebt. En wil je echt een reading op jouw energie, neem dan even contact met mij op. Lieve vis, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Die moet ik hebben. Ik heb het gevoel, lieve vis, dat je meer in je eigen kracht gaat staan. Je wat meer gaat afschermen ook. Tot hier en niet verder. En dat je eigenlijk steeds meer zelfliefde krijgt en meer durft te stralen, meer in het licht durft te staan. Je bent bezig met een transformatie ook. Je laat heel veel dingen achter je en je kijkt alleen nog maar naar wat je wilt. Mooi. We gaan eens kijken, lieve vis, wat je verder deze week kan verwachten. Weet dat je veilig bent. En weet dat als jij droomt met je hart, dat dat de juiste dromen zijn. En je bent er al heel erg mee bezig, dus twijfel daar alsjeblieft niet aan. Neem even je ontspanning. Want je bent echt wel op de goede pad, lieve vis. Ja, zet je zorgen echt even opzij. Er komen oplossingen aan als je nog tegen dingen aanloopt. Je staat niet alleen, je staat niet in de kou. Je wordt wel geholpen, dat voel ik heel sterk. Wat kan je verder deze week verwachten, lieve vis? Ja, je bent nog even zoekende, dat zei ik al. Je weet waar je doel is, maar hoe ga ik daar komen? Je komt er wel, geef jezelf tijd, heb het geduld. Je wilt soms te snel, lieve vis, en het is van belang door wat je allemaal wilt bereiken, dat je dingen stapje voor stapje doet. Uiteindelijk gaat het om de reis die je gemaakt hebt en niet of je het doel bereikt hebt. We gaan eens even kijken, lieve vis, wat voor boodschap ik jou verder nog mee mag geven. Ja, neem je tijd. Het hoeft niet binnen een dag geregeld te zijn. Neem je tijd. Weet je, de tijd is soms de tijd die je ervoor neemt is soms waardevoller dan de tijd die je jezelf ervoor geeft. Stel je voor, je geeft jezelf maar 5 minuten terwijl je 10 minuten nodig hebt. Nou, misschien is in die 10 minuten net een betere oplossing. Je staat nu een beetje in het teken eerst zien dan geloven. En ik wil vooral tegen je zeggen, ga eerst geloven en dan zal je het resultaat zien. Op het moment dat jij weet, ik geloof in mezelf, ik kan dit, ik word geholpen, ik word gesteund, zal je merken dat je dat ook wordt. En gaat alles weer voor jou stromen. Lieve vis, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Ik wil jou bedanken voor het kijken. Abonneer je op dit kanaal als je dit een fijne video vond. Verder kan je me volgen via Facebook en Instagram. En nogmaals, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.